Wat is nou de aantrekkingskracht van die boerenstukken? Ja, ik zou de scheid van die boerenstukken. De concreetheid van dat, van wat die mensen vertellen. Maar die zijn heel direct, die vertellen heel direct wat ze bezighoudt. En wat mensen bezighoudt kan vaak heel banaal zijn. Maar dat zal je bij een, zeg maar iemand die een beetje heeft doorgeleerd, die zal dat beter weten, die banaliteit beter weten te maskeren of in te bedden of weet ik veel. Ja. Maar die boerenstukken, dat vertellen mensen. De meest fantastische dingen, ook de meest gruwelijke dingen. Zonder dat ze zich daarvoor generen of zonder dat ze daar andere woorden voor in hun mond nemen. Vroeger, mijn grootmoeder, als ze in haar hand gesneden had op het land, dan ging ze breed uit staan en pieste eroverheen. Dat desinfecteert. Die heeft geen onderbroek aangehad onder de lange rokken. Werd altijd gelucht. Werd er soms ondergekropen als er wat zwaaide. Jij hebt nooit een oma gehad. Tegenwoordig hebben oma's broekpakken aan. Hoe een kind daaronder moet. Op een keer heb ik jou voorgelezen uit het sprookjesboek. En toen is die snee opengegaan die ik had van toen ik koolraap aan het schillen was geweest. Maar daar heb ik niks van gemerkt, want mijn handen zitten vol eel. Toen heb ik met die wond allemaal rode afdrukken gemaakt op de bladzijde. Als met een aardappelstempel staan mijn wonden in dat boek gedrukt. Met goud op snee, was een duur boek. Heeft ze me verrot gescholden. Terwijl ze jou nooit wat heeft voorgelezen. Die heeft jou 's middags al voor de tv gezet. Daarna heb ik al ook niks meer voorgelezen, maar verteld. Goudmarie en Pekmarie kende ik van buiten.